Het Nederlands dameselftal speelt vanavond de halve finale van het WK voetbal tegen Zweden. Voor de bewoners van de Gabriëlflat in Hoogkerk begon de voorpret vanmiddag al. Volledig in oranje sferen genoot iedereen van hapjes en drankjes. Bent u een beetje een voetbalfan? Ja, zeker. Zeker. Ik kijk vanavond wel, hoor. Ik ben enthousiast, de mensen zijn enthousiast. We hebben helemaal uitgepakt naar oranje dus. Ja, vanavond hebben we helemaal het menu in oranje. Van oranje kipspiezen tot de puree, oranje salade, oranje toetje. Dus ja, we doen helemaal in stijl vandaag. Helemaal oranje? Helemaal oranje. Ik ben niet zo'n voetbalfan, hoor. Ik ben geen voetbalfan? En u zit toch te midden van alle oranje vlaggetjes? Dat mag toch wel? Ja, dat mag zeker wel. Ja hoor. Nee, ik hou er niet zo vreselijk bij, dus ik hoor het wel weer. Als Nederland vanavond wint, wordt er rond de finale ook groot uitgepakt. Maar eerst is de vraag natuurlijk, gaan ze vanavond winnen? We gaan sowieso winnen. We willen straks de finale spelen dit zondag, dus ik wil het hele restaurant zondag vol hebben. Dus ik heb een beamer gehuurd, dus ik hoop dat er zondag heel veel mensen komen. Dus dat we met z'n allen voetballen kunnen kijken. Proost! Ja, zon uit. Heeft u er een beetje zin in vanavond? Ja, zeker. Daar moet je het beste van doen, hè? Ja, uiteraard. En hoe schat u de kansen in? 50-50, hè? Ja, 50-50. Nee hoor, geen twijfel mogelijk. Nee hoor, dat komt dat goed. De bal is rond. Ja, dat kan twee kanten op natuurlijk, hè? Dat is ook zo, maar ja, dat moet maar af. Ja, ik heb echt vertrouwen in. Als we morgen de wedstrijd doorkomen, of vanavond de wedstrijd doorkomen, dan pakken ze de wereldtitel ook. Want dat is gewoon grote klasse wat die dames laten zien. Dat is grandioos. Ik ben er best mee tevreden. Ze maken wel slecht voetballen, maar ze winnen alles. En daar gaan we voor.